Het interview van Eva Jinek met Oranje-fan Harry Goudsblom verliep maandagavond bijzonder pittig. Hij laat zich door Qatar betalen om de amateur-ambassadeur uit te hangen, maar zij plaatst daar de nodige vraagtekens bij. Haar kritische opstelling zorgde ervoor dat een aantal voetbalfans in het publiek boos wegliepen. René van der Gijp begrijpt de ergernis wel. De manier waarop die man daar. Kom op, alsjeblieft, zeg. Er zit daar zo'n truthola met wat van die papieren zo, die Eva Jinek, en die zit dan tegen die man te praten alsof hij zeven jaar is, een grote kleuter zeg maar, en die wordt dan de lege lezen en een beetje belerend toegesproken. Ach man, zegt hij in VI. De nieuwe, iets te ambitieuze VI-tafelgast Roxanne Kneteman, ik vond haar toon naar hem toe niet prettig, ik heb alle begrip voor die man. Als hij lekker naar Qatar wil gaan, dan moet hij gaan. René, belerend. Heel belerend. Johan Derksen staat heel anders in de Qatar-discussie. Hij is aflevering na aflevering kritisch over het Emiraat. We moeten geen medelijden hebben met de titelman. Met hem is niet te discussiëren, want hij staat niet open voor argumenten. Thijs Sonneveld probeerde op een serieuze manier uit te leggen dat het moreel gezien eigenlijk niet kan. Hij vervolgt, ik weet wel dat mensen die normaal gesproken het geld niet hebben om zo'n reis te maken heel vereerd te zijn, maar die man moet zich wel realiseren dat hij misbruikt wordt door een regime waar je je niet door moet laten misbruiken. Wat vindt Johan van de niet al te snuggere voetbalfans die in het publiek zaten? Dat was zo verschrikkelijk niveauos om het woord dom niet te gebruiken. René, die mensen horen al drie maanden hetzelfde, hè, Johan? Er wordt niets nieuws gezegd. Johan, die horen al drie maanden de waarheid. René, hetzelfde. Elke dag. Johan, maar dat kun je niet vaak genoeg herhalen, dat is juist zo goed, René. Dat dat Qatar gestraft wordt. Ze dachten de show te stelen en krijgen nu alle rotzooi over hen heen. Dat moet ook. Johan deelt wel complimenten uit aan Eva Jinek. Ik vind dat Jinek het bijzonder goed deed. Die had gewoon dat contract voor zich liggen waar Tieteman mee akkoord gegaan is. René, ja, maar de toon waarmee ze Tieteman toesprak. Dat zou ik niet pikken. Ik zou tegen haar zeggen: maar wie denk je in godsnaam dat je bent, Jo? Johan, ja, maar ze noemde wat feiten op en van Tieteman had ze al heel snel door dat hij niet open was voor argumenten. Hij had er scheid aan, hij heeft het reisje in zijn zak en denkt: krijgen jullie allemaal de tering maar? Die heeft geen moreel besef.